Spelers komen het veld op. Met voorop de scheidsrechter van vanavond, dat is Clay Ruperti. Jong AZ, sterk in eigen stadion. Nou ja, stadionnetje. Want het verloor thuis alleen van PEC Zwolle. Dat was in september. Het won maar liefst 5 keer van MVV, Almere, Dordrecht, NAC en Roda. En speelde nog gelijk thuis tegen Telstar. En vanavond dus een interessante krachtmeting met de formatie van John Heitinga. Zijn ploeg wint de laatste tijd niet zoveel. De laatste 8 wedstrijden won Jong Ajax er slechts 2. Bij Dordrecht die 3-4 en de 2-3. Op bezoek bij Almere. De opstelling van Jong AZ ziet u onder in beeld met Sem Westerveld onder de lat. 4 wijzigingen ten opzichte van die verloren wedstrijd van afgelopen vrijdag bij Toppos. Misschien wel de slechtste eerste helft van het seizoen speelde Jong AZ daar. En de basisplaats dus voor Håkon Evjen. Kian Fitz-Jim, de aanvoerder van Jong Ajax, die scoorde in de wedstrijd tegen Den Bosch afgelopen maandag in die 4-4. Vrijwel dezelfde ploeg dus. Maar Jorrel Hato heeft een basisplaats. Geboren in 2006, 16 jaar. Speelt in plaats van Piri. Voorin Sontje Hansen aan de rechterkant. Hlynsson vanaf links. En Rasmussen in de spits. Fitz-Jim kreeg een duwtje. Het uitverdedigen is heel moeizaam bij Jurre van Aken. En dus is Jong Ajax kansrijk. Maar had Hato hier misschien beter voor zijn eigen kans kunnen gaan? Kijk, zo jong is hij dus. 16 jaar en 255 dagen. Zo is er dus nog niet zo heel veel aan in de eerste 20 minuten. Voetbalt Jong Ajax wel echt een stuk makkelijker tot dusver. Heeft het ook heel veel balbezit. Maar zijn de beide keepers nog niet op de proef gesteld. Sem Westerveld en Tom de Graaf. Moeilijke bal voor 16-jarige Hato. Griffith. Meerdink werd vastgehouden. Goed hakje van Meerdink in duel met Donny Warmerdam. Dit ziet er wel dreigend uit van Jong AZ. En dat levert dan ook bijna een kans op voor Meerdink. Sterk verdedigd door Tristan Gooijer die voor de man komt. Prima gedaan als aanspeelpunt Meerdink. Allouch bij de eerste paal is een soort van bliksemafleider. Bal op de rug van Fitz-Jim. En bijna zit hij erin. Daar had Jong Ajax de grootst mogelijke moeite om de bal weg te krijgen. Maar loopt het dus met een sisser af voor de ploeg van Heitinga. Zo verwacht je er op voorhand best veel van als deze twee ploegen tegenover elkaar staan. Hoop je op een wedstrijd zoals ze die in 2017 speelden toen... Won Jong AZ met 4-2 maar liefst van Jong Ajax. Maar tot nu toe is het dus zonder doelpunten en ook zonder kansen. Zo kun je het voetbal van Jong AZ in het eerste half uur toch wel omschrijven als heel voorzichtig. En misschien wat meer gericht op het voorkomen van tegengoals dan zelf scoren. Dit is de beste kans tot dusver. Dat schot van Fitz-Jim. Vanaf de rand van het strafschopgebied krijgt hij hem niet op doel. Buurmeester. Griffith loopt weg bij Kian Fitz-Jim. Hier zit dan misschien wat in voor Jong AZ. Als er flink wat spelers mee zijn. Allouch. Griffith. En dat balletje is dan net even te hard voor aanvoerder Lathouwers. Meerdink maakt het de spelers van Jong Ajax daar lastig. Toch Regeer. En wat ruimte voor Rasmussen. Rasmussen die tempo maakt. Kan hij ook gaan schieten. Rasmussen. Jazeker. Wat een mooie goal. Eindelijk een schot op doel. En ook meteen raak ook. Voor Christian Rasmussen. Hij heeft de kwaliteit om dit te doen, Rasmussen. Niet voor niets de topscorer van Jong Ajax. 8e doelpunt van het seizoen. Ziet hij de ruimte en heeft hij ook een overtuigend schot in huis. En zorgt de Deen voor 0-1. Risico genomen. Het jagen van Meerdink. Die is achterom, kijkt zo van... Waarom ligt er zo'n zee van ruimte in mijn rug? Waarom jagen we niet samen? Hier is Sontje Hansen voor Jong Ajax. Fitz-Jim. Fitz-Jim met het schot. Recht op Westerveld af. Het wordt slordiger. Hlynsson. Misehouy met de kans. Maar uiteindelijk niet afgedrukt. Daar zat meer in voor Jong Ajax. Wil uiteindelijk de keeper omspelen, maar ziet dan dat de achterlijn wel heel dichtbij is. Zo is het wel een wat meer open wedstrijd in de tweede helft. Fitz-Jim, Hlynsson, Sontje Hansen. Goed verdedigd door Misha Engel. Dit is Meerdink die sterker is dan Aartsen. Max Meerdink, Griffith bij de tweede paal. Meerdink heeft hem gezien, maar de bal wordt onderschept door Donny Warmerdam. Goede ingreep van de verdediger van Jong Ajax. Ook wel knap gedaan natuurlijk door Meerdink. Die wist waar die bal moest komen. Kristian Hlynsson. Sterk weer Griffith. Meerdink meteen geconfronteerd met Fitz-Jim. Blessure bij Max Meerdink. De wedstrijd wacht er even niet op. Voorzet richting Misehouy. En is dit dan hands? Nee, zegt Ruperti. Arm langs het lichaam en dus geen strafschop. Dit is pijnlijk wat hier gebeurt met de rechtsback van Jong Ajax, Tristan Gooijer. En Max Meerdink die de tegenstander op zijn rug krijgt. Rasmussen. En uiteindelijk het schot dat afketst. En dan wordt het een doeltrap. Dit was dus weliswaar de hand, maar geen strafschop waard, zo vindt Ruperti. Heel veel ruimte hier voor Griffith. Lathouwers. En de kans voor Jong AZ, maar het is een losse vlodder. Rasmussen. Tussen twee man in stond Hlynsson. Schouten. Een goede paas op Lathouwers. En voor het doel, zeker als de keeper van Jong Ajax ernaast zit, is het gevaarlijk. Bal op de lat geschoten door Allouch. Fedde de Jong was daar al voor het doel. Die stond te wachten op de voorzet. Niet sterk gekiept door de Graaf. En Allouch raakt de lat. In de omschakeling nu. Jong Ajax met Rasmussen. En dan is het bijna 0-2. Bijna 65 minuten onderweg. Maar de wedstrijd is los. Met eerst Allouch. Die de lat raakt na die mislukte actie van de keeper. En daarna dus Rasmussen. Dicht bij de 0-2. Wint Jong Ajax dan deze wedstrijd vanavond, dan komt het in punten gelijk met Jong AZ. Heeft Jong AZ nog wel een iets beter doelsaldo. Allouch met het schot. Niet zo goed geraakt als toen hij de lat raakte. Lathouwers. Inmiddels in de laatste 20 minuten. Allouch, Reverson voor het doel. Het lukt Allouch niet om de tegenstander te dollen, maar Jong AZ blijft wel in de aanval. Hier met handige Griffith, die is echt heel handig en snel in de kleine ruimte. Goede combinatie, weer een kans voor Jong AZ. Maar knap keeperswerk van Tom de Graaf. Watervlug is hij. En heel knap gecombineerd met Fedde de Jong. Griffith. Eigenlijk ook altijd wel aanspeelbaar. De nummer 10 van Jong AZ. Is dit een tackle die te laat is? Jawel, dus gaat de bal op de stip. Overtreding van Warmerdam. En een strafschop voor Jong AZ. Paasje van Griffith. En daar is Warmerdam te laat. Bij invallen Finn Stam. Dit is echt zijn allereerste actie in deze wedstrijd. 82e minuut. Reverson tegenover Tom de Graaf. Een aanloop in slow motion. Maar met de penalty is helemaal niets mis. En dan staat het dus gelijk in Weidewormer. De invaller scoort. Voor Jong AZ. In de 82e minuut, Tom de Graaf ligt al zo'n beetje in de hoek. En Reverson maakt zijn derde doelpunt van dit seizoen. Loopactie van Allouch, maar de bal gaat juist naar de andere kant. Wordt daar niet hands gemaakt, hoe dan ook. De scheidsrechter fluit niet. En dan kan er nog geschoten worden en dat scheelt niet veel. Bijna zit die bal er nog in. Het schot van Finn Stam. Dat zou wel helemaal een mooie rol zijn geweest voor hem. Fitz-Jim heeft nog een versnelling in huis. In de extra tijd krijgt nog een tik mee. Aanval van Ajax loopt door. En deze bal er maar net uitgehouden door Westerveld. De doelpoging van Arjani Marta. Zo is het laatste gedeelte van de wedstrijd het leukste gedeelte. En eindigt het tussen Jong AZ en Jong Ajax op deze donderdagavond in 1-1. En dat is denk ik wel een terechte uitslag. Een goede afspiegeling van de verhoudingen op het veld.